25 mei 1897 stond de tijd stil dankzij de poëzie van Guido Gezelle. Gier zwaluwen, zie, 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 zie. Tieren de zwaluwen, twee, driemaal, drie zwierende en gierende, niemand die, die biedende stieten zal. Wie, 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 wie? Piepende en kriepende, zwak en gezwind, haaiende en draaiende rap als de wind. Wiegende en vliegende, vlug op de vlerk. Spoeien en rooien ze ringsom de kerk. Legen nu zweven ze en geven ze bucht. Hogen nu hemelt hun vlerken in de lucht. Amper nog hoor ik en die ik niet en zie, lijfelijk zingen ze. Wie, 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 wie. Ik zie de poëzie als één stroom, fonkelingen in de duisternis. Voor Gezelle was er bijvoorbeeld Vondel. U kent zeker dat muziekdoosgedichtje Kinderlijk met Constantijntje, het zalig keintje. Kent u het nog? Het cherubijntje van omhoog. Wat zegt Constantijn tot ons? In de hemel, ik blinker en ik drinker. Hetgeen de schenker alles goed schenkt de zielen die daar krielen. Dertel van veel overvloed. Je hoort gewoon bijna Gezelle in die verzen van eeuwen ervoor. En later ook Van Ostaaien die die klanktovenaarsdroom terug oppikt. Ik heb aantekeningen bij het gedicht Gier zwaluwen. We zien drie strofes. Het kan bijna geen toeval zijn. En op het einde van strofe 1, in de laatste strofe, die uitroep die ook een prangende vraag is. Wie? Wie, zelfs met drie vraagtekens en op het einde drie puntjes, wie? Wie is het die de hemelen bestiert? Wie is het die grote schilder? En als je niet in een goddelijke bestuurder gelooft, dan moet je maar eens luisteren in plaats van gewoon te horen. Wie? Schreeuw, in de zomerlucht verschijnt de Cypselus apus, of hoe zeg je het. Maar niet als een enkeling, zet je zintuigen op scherp en dan zie je een hele zwerm in het zwerk. Door een goed gedicht word je wakker. En wel nu, dat is geniaal. We krijgen dankzij Guido Gezelle een stroomstoot. We kijken niet meer, maar we zien als voor de eerste keer gier zwaluwen. Hoe die klanken in het gedicht klinken en tinkelen op een vinnig ritme. Ja, twee, drie heffingen niet meer. En die gier zwaluwen volgen voor ons onzichtbare patronen in de wind. Gierend gaan ze op zoek naar insecten, hunkerend naar een nest. Dat is het wonder van dit gedicht. Zelfs een blinde ziet nu de zwaluwen voor het geestesoog verschijnen. Laat ons nog eens beginnen met het begin van het gedicht. Zie. 2 x 3. En dat wordt volgens mij te vaak veronachtzaamd in de dichtkunst. Het beeldend vermogen. En zelfs Guido Gezelle moet vanuit zijn katholieke veld opkijken. Over de schuttingen heen, naar de hemelen, naar die tierende, in de lucht zwierende acrobaatjes.
En tegelijkertijd begint hij even speels en berekend te schilderen. Tijdens het schilderen leeft hij helemaal mee. Dat inlevingsvermogen is cruciaal. En nu hij ook in de hemel is, verstaat hij als Franciscus de vogeltaal. Niemand zal ons tegenhouden. Dagen die rakkertjes ons uit. Wie denkt weerstand te bieden? Of vragen ze toch, wie is die puppet master die met toeval en niet toeval ons doet piepen en kriepen? Die gedachte doet ons naar adem happen als een kolibri. De apus heeft naar verluid meer gemeen met een helikoptertje dan met een zwaluw. Vandaar witregel. En gezelle begint nu het uitgekiende, smalle schildersvlak verder uit te werken en in te vullen. Want de gierzwaluwen met hun langgerekte kreten trekken het hemelse schilderdoek open. Hoor ze triomfantelijk scheren en laveren door het luchtruim. Over de toppen van de torens. Ringsom de kerk. Wat een prachtig woord. Ringsom. Dat is de tijd dat het Koninkrijk België werd gesticht. En de kerk staat nog midden in het landschap. Ringsom de kerk. Kan de klanktovenaar het niet laten de tweede strofe te laten eindigen met kerk? Ingenieus wordt nu de aard van het luchtruim acrobaatje verder ontleed. En belangrijk blijkt alweer het spel der tegenstellingen. Zwak en gezwind. Het vogeltje laat zich vallen en richt zich dan weer op. Het lijkt te buigen voor de wind, om dan weer even snel als zeevier te zijn. Plots vliegt de vlerk scheef en schuin, haaiende, om zich dan weer te laten wiegen in de wind. Allemaal door die dekselse vleugeltjes. De vlerken verliezen geen tijd. Ze voelen zich als visjes in het water. De snelheidsduiveltjes van 120 tot 200 kilometer per uur eren niet alleen de goddelijke leegte. Ze doen ons ook duizelen. Tot we ze amper nog horen of zien. Gezelle van Ostaaien, van Herrewegen, fonkelingen in één stroom. Vlaamse meesters in de fonkelende stroom. Ze verheffen oude woorden en dialect van bucht tot schat in de uiterste bocht van de taal. We leven in een tijd van modieus affect, daarom doe ik een oproep om met de voeten op de grond weer te copuleren met de lucht.